Goedemiddag. Leuk dat je kijkt naar Esmeralda's Wereld. Ik ben Esmeralda. En Rogier is die ook. Dag allemaal. Yeah. Wat is het koud, hè, mensen? Nou, we gaan naar de intocht van Sinterklaas hier in de Loosduin. Dus jullie gaan gezellig met me mee. Leuk liedje spelen voor Sinterklaas. En misschien nog eens met een stukje erbij. Ja? Kan je dat? Dan gaan we even aan de Pieterband vragen of ze nog weer een heel mooi liedje willen spelen voor Sinterklaas. Zo, en zo zijn we vanaf het plein weer lekker de keuken in. Warme keuken, want het was koud, mensen. Maar ja, we hebben Sint weer binnengehaald hier in Loosduinen. Eventjes lekker het kacheltje aan, want ik heb het koud met. Maar ja, ik ga wat lekkers maken. Ook wat te maken heb met Sinterklaas. Ik ga namelijk een kruidnoten tiramisu maken. Dus ik ben heel benieuwd of het me gaat lukken. Maar ja, het is eigenlijk zo klaar. Het is mengen, mengen in de koelkast. Verder is niks doen. Hoe simpel. Maar ik ga lekker beginnen. Ik ga jullie eerst laten zien wat ik allemaal nodig heb. En trouwens, het recept komt van Picnic. Betreffen de ingrediënten zet ik hier allemaal onder de comment wat je nodig hebt. Dus ik ga nu echt beginnen. Ja, want het is niet echt veel. In ieder geval chocoladekruidnootjes, gewone kruidnootjes, cacao, mandarijn in blik, mascarpone, slagroom en een eetlepel suiker. Sorry, excuus, kikker in de keel. Nou, ik ga lekker beginnen voordat de buren weer de herrie gaan maken. Want anders kunnen jullie mij niet verstaan. Dus ik ga weer verder en lekker beginnen. Zo, ik zet hem eventjes neer. Plus die erop. Als het goed gaat, wacht even, even het viezigheidje eruit. Even de mandarijntjes afgieten. Het siroop moet je opvangen, want die heb je straks ook nodig. Dus ik doe het even zo. Huppakee. En dan laat je de mandarijntjes ook nog even uitlekken. Dus siroop en de mandarijnen. Dus dit zet ik even opzij. Dan heb ik even een andere bak. Ik gebruik dit even voor de mascarpone. Eventjes mijn leuke kerstige spatel. Want die gaan we eerst eventjes los. Roeren een beetje. Dus die doe ik gewoon even hier in de bak. Even alle mascarpone erbij. En even een beetje losmaken. Zo, kijk. En dan ga ik de slagroom kloppen. Ondertussen pak ik even een andere bak. Daar doe ik de slagroom in. Huppakee. En eetlepeltje suiker. En deze ga ik even kloppen. Zo, dan pak ik de schaal met mascarpone nog even. Kijk, ondertussen heb ik de slagroom zo opgeklopt. Dus dan ga ik er een klein beetje doorheen doen. En dat schep ik zo rustig door de mascarpone. Niet hard roeren, maar gewoon er doorheen. Ja, aaien eigenlijk. De laatste slagroom. Even met de pannenlikker. Al het slagroom eruit. Zo. En zo is het mengsel. Nou, ik heb gewoon een ovenschaal genomen. En dan ga ik de gewone kruidnootjes erbij pakken.
meestal zit lange vingers. Maar in de kruidnootjes tiramisu is het de kruidnootjes. Kijk. Doe wat op de bodem. Er zit nog wat in de zak, die hou ik apart. Want dan kun je ook nog lekker een laagje maken. Nou, dan hebben we het siroop. Die schenk ik een beetje eroverheen. Zo. Huppakee. En dan hier hebben we natuurlijk de mandarijntjes. Die ga ik op de kruidnootjes neerleggen. Zo. En dan pakken we de mascarpone slagroom. Kijk hoe dit zo het handigste gaat. Doe niet alles. Maar ik smeer het wel even lekker uit. Zoals jullie zien, ik maak er alweer een zooitje van. Maar ja. Ik weet, het gezicht wil ook wat. Maar als het lekker is. Zo. Dat is ook belangrijk. Zo. Huppakee. En dan doe ik er nog wat kruidnootjes op. Lepeltje erbij. Zo. Goed proberen alles te bedekken. De laatste. Ja, dan heb ik eventjes een klein zeefje. En dan pak ik de cacaopoeder. Het zakje cacao eruit. En daar beginnen de buren alweer. Ik hoop niet dat jullie te veel last ervan hebben. Zo, de cacao. En dan hebben we natuurlijk nog de chocoladekruidnootjes. Ik doe het even met de schaar, gaat wat makkelijker. Nou, ik doe het gewoon zo erbovenop. Ik maak geen S, of je kan natuurlijk ook nog iets leuks maken. Maar ik doe gewoon dit. Het is trouwens melk, puur en witte chocola. Dus voor ieder wat wils. Zo, ik pak jullie er even bij. En dan laat ik jullie natuurlijk van boven zien hoe het eruit ziet. Dus de kruidnootjes tiramisu is klaar. Zo. En dan gaat het nog ongeveer een uurtje de koelkast in. Maar ik denk dat ik hem pas ga proeven als we hem gaan eten. Dus dan kom ik wel weer bij jullie terug. Ik zal zeggen, tot zo! Zo, de tiramisu. Kijk, hier is die.
En ik neem jullie gelijk mee. En ik zet jullie op het aanrecht. Want we gaan de tiramisu proeven. Zo, ja, het wordt tijd om te gaan proeven. Ik ben heel benieuwd. Hij is wel heel mooi, ja, opgestijfd, om het zo te noemen. We gaan eerst zo proeven. Lekker met die kruidhoutjes. Lekker. Even mijn mond leeg eten. Misschien ook lekker om iets van kaneel doorheen te doen of zo. Hij is heel mild van smaak. Maar ik vind hem wel lekker. Maar ik heb het idee dat er nog wat toegevoegd moet worden. Misschien ga ik hem binnenkort nog een keer maken. En dan probeer ik wat toe te voegen. Maar daar hou ik jullie nog wel van op de hoogte. Nou, leuk dat jullie hebben gekeken naar deze Esmeraldas Wereld. Vind jij dit een leuke vlog? Vergeet dat duimpje niet. En oh ja, word lid. Ja, ik kwam niet uit mijn woorden. Ik ben een beetje moe, maar is ook niet raar. Best een heftige week, maar ik kan jullie vertellen, het is een aanrader. Maar de volgende keer ga ik hem nog een keer opnemen. Misschien ga ik hem nog een keer vloggen inderdaad. En dan ga ik hem nog een keer maken en dan probeer ik wat van mijn eigen smaken toe te voegen. Maar hij is wel lekker. Nou, betreft het recept, die zet ik hier onderaan de comment. En oh ja, word lid en abonneer je is gewoon gratis. En ik word aardig groot al. Ik ben nog steeds over de 1000, dus ik ben helemaal happy. Nou, ik zal zeggen, tot de volgende keer hè. Doei!